De Nederlandse achtervolgingsploeg was bij de WK junioren in Obihiro in Japan duidelijk niet opgewassen tegen het geweld van Noorwegen met Sverre Lunde Pedersen als kopman. Het Nederlandse trio met Thomas Krol, Kai Verbeij en Jorjan Joritsma reed een prima race, maar was duidelijk langzamer dan de Nooren en ook duidelijk langzamer dan de hele sterke Zuid-Koreanen. Betekende brons voor Nederland bij de mannen, nadat bij de vrouwen de ploegachtervolging op een deceptie was uitgelopen door een val in de eerste bocht. Dat was een grote domper, want Nederland was juist één van de favorieten en had hard aan het onderdeel gewerkt. Maar hier pakken de Nederlandse mannen dus het brons. De zege bij de vrouwen uiteindelijk voor Korea, voor Japan en als derde Rusland. Hoe telt in de derde plaats? Ik denk dat het voor nu denk ik gewoon het hoogst haalbare was. Het was in de eerste ronde eigenlijk al duidelijk dat twee landen gewoon ver bovenuit staken. We hebben gewoon prima gereden voor wat we konden, zeg maar. 3,56, als ik dat van tevoren had geweten, had ik eigenlijk al gezegd dat dat plaats 1 of 2 was. Maar er waren gewoon twee landen veel beter. We mogen heel tevreden zijn met brons. Kai. Hallo. Nieuwe ervaring, een medaille op een WK. Ja. Derde plaats. Ja, prima toch? Ja, nee, ik ben er zeker tevreden mee. Beter 1 dan geen. Maar ja. Dat is een waarheid als een koe. Ja, dus, dat is waar. Maar ja. Ja, volgend jaar gaat het natuurlijk wel wat hoger, maar ik ben zeker blij. Noorwegen en Korea is gewoon iets te sterk. Ja, liep wel lekker bij jullie? Ja, het liep zeker lekker. Technisch ging het allemaal goed. We hebben weinig fouten gemaakt, dus we zijn zeker tevreden. Ja, ook medaille mede dankzij Jorjan, die de laatste week erbij is geschoven. Want je had nooit met die jongens getraind. Nee, klopt. Nou ja, een paar keer voordat we weggingen heb ik met die jongens getraind. En het ging allemaal hartstikke goed al. Dit was gewoon het hoogst haalbaar en we hebben gewoon een goede race laten zien. Het is gewoon goed. Ja, je was een steunpilaar geworden in dit team. Dat heb je ook bewezen. Ja, klopt. Ik heb vind ik zelf goed gereden. En het hele team hebben we gewoon heel erg goed gereden. En het ging gewoon goed.